Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is meneer Ruitweg. En vandaag staan we stil bij massa en volume. Het is voor de HAVO-leerlingen uh, deel van hoofdstuk 2, paragraaf 3. Maar voordat we verder gaan met deze nieuwe paragraaf, gaan we eerst herhalen waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. Dat waren dus de doelen van vorige week. Weet jij nog wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel? En weet je misschien ook een voorbeeld te geven van een zuivere stof en van een mengsel? Weet je nog een beetje wat een molecuul is? Hoe groot is zoiets ongeveer? Dan hoef je geen getal aan te plakken, maar gewoon een soort van orde van grootte. Weet je wat het verschil is tussen oplossingen en suspensies? En als laatste, weet je hoe je door te filtreren en extraheren kunt scheiden. Hoe zien die twee manieren eruit? Nou, dat is alles wat je uh, hoort te kennen van de vorige paragraaf. En als je hier veel moeite mee had, is het misschien goed om nog eens even terug te kijken in je boek of naar de vorige video. Dan nu de les vandaag. We hebben nieuwe doelen. En de doelen zijn dat we iets willen vertellen over massa. Het verschil tussen massa en gewicht. We hebben het over volume en hoe we dat berekenen. Zoals gezegd, starten we met massa. En je ziet hier staan dat we massa afkorten met een m. En dat we dat meten in kilogram, wat afgekort kg is. Dit is eigenlijk een natuurkundige manier van schrijven. En uh, natuurkundigen houden ontzettend van afkortingen. Want afkortingen haken dat je uh, sneller bent en dat je. Het korter en krachtiger kan opschrijven. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen schrijven dat je massa dat gelijk is, bijvoorbeeld die van mij, aan 77 kilogram. Nou, dat klopt. En als je het helemaal lang wil doen, dan mag je natuurlijk ook zo opschrijven, want hier heb ik eigenlijk al een afkorting staan: kilogram. Maar zoals ik al zei, natuurlijk een houden van afkortingen, dus je hoeft eigenlijk alleen maar op te schrijven dat m gelijk is aan. Bijvoorbeeld in dit geval 77 kg. Dan weet elke natuurkundige wat je bedoelt. Het is natuurlijk wel netjes om dan deze hier kort voor te schrijven. En dit is-teken moet eigenlijk niet die streep, dus dat doe je gewoon zo. Oké. Okay. Nou, maar wat is massa eigenlijk? Daar heb je vast een idee over. Maar je moet de definitie kennen. En daarom zou ik die als ik jullie was overschrijven. Massa is namelijk een maat voor een hoeveelheid stof. Massa is een maat voor een hoeveelheid stof. Als je, je aantekeningsschrift er nog niet bij hebt gepakt, doe dat dan wel. Zet de video op pauze en neem deze zin over. Het is een hele belangrijke zin. Om te kijken of je het hebt begrepen, stel ik nu de volgende vraag. Je ziet hier een astronaut. En, uh, nou, eerst stond hij op Aarde, toen had hij een bepaalde massa. Nu dat hij op de maan staat, is zijn massa nu anders? Het antwoord is nee. Want de hoeveelheid stof in zijn lichaam is niet veranderd. Als hij op Aarde 77 kilogram weegt, als zijn massa op de Aarde, moet ik het wel goed zeggen, 77 kilogram uh, was, dan is hij op de maan nog steeds 77 kilogram. Nou, misschien een paar honderd gram meer of minder omdat hij net wat meer of minder heeft gegeten. Dat, dat zijn kleine maar het is niet iets heel anders. Maar dan kun je denken, maar op de maan kan je toch veel hoger springen? Dus dan lijkt het toch alsof je niet zoveel meer weegt. En dan gebruik ik wel even bewust weegt. Nee, dat klopt. En dan gaan we het zo over hebben. Maar massa is dus niets anders dan een hoeveelheid stof. Als je dus twee keer zoveel moleculen suiker hebt, dan heb je ook twee keer zoveel massa aan suiker. Nou, massa... Is niet gewicht, dat is wat hier staat. Dit is een is-teken met een streep erin, oftewel dat betekent, is niet gelijk aan elkaar. Massa is niet gewicht. Wat is gewicht dan wel? Gewicht is bijvoorbeeld de kracht die je voelt als je je fiets optilt. Ja. Om je fiets van de aarde gezien op te tillen, dus dan moet je hem omhoog doen, dat kost je kracht. Als je op de maan zou staan, kost dit minder kracht. De massa van de fiets is op beide plekken hetzelfde. De fiets is uit evenveel deeltjes of hoeveelheid stof opgebouwd, dus de massa is twee keer hetzelfde. Wat er anders is, is de hoeveelheid zwaartekracht, ook wel gravitatiekracht. Die is namelijk op de maan een stuk kleiner. Daardoor kun je hem op de maan, je fiets kun je op de maan makkelijker opdelen. We moeten ook wat kunnen omrekenen in de verschillende eenheden van massa. Hier zie je 1T, dat staat voor 1 ton. En 1 ton is binnen de natuurkunde gelijk aan, oh niet de streep erheen zetten, aan 1000 kilogram. Dan zou je misschien denken, huh, maar uh, mijn ouders zeggen altijd dat, mij, dat, dat, dat ons huis 3 ton heeft gekost. Maar dat zou dan 3000 euro betekenen, dat is raar, want dat is wel heel weinig geld voor een huis. Nou, dat is dus raar, want in de economie, dus uh, met de uh, EC, um, dat is 1 ton aan euro's gelijk aan 100.000 euro. Even kijken, wat doen we dat netjes. Zo, en dan kan ik hier eigenlijk nog een euroteken hiervoor zetten, om het helemaal kloppend te maken, maar die haal ik maar even weg. Dus in de, bij economie is 1 ton gelijk aan 100.000. Bij natuurkunde is dat anders. Daar is dat gelijk aan 1000. Dus daar moet je onthouden en daar moet je rekening mee houden. 1 kilogram is gelijk aan 1000 gram. Dat kun je hier zien bijvoorbeeld, want we gaan van kilo naar hecto, van kilogram naar hectogram, naar decagram, naar gram. Dat zijn drie keer een stap van 10. Dus dan is 10 keer 10 keer 10. Dus dit, deze hele grote stap in zijn geheel is 1000. Dus een stap van 1000 keer. Dus 1 kilogram is 1000 gram. En datzelfde geldt als je verder gaat naar beneden, naar milligram toe. Dat zijn ook weer drie stappen. Oké. Okay. Volgende gaan we waar we het over hebben, is uh, volume. Een volume korten we af met een hoofdletter V. Het is belangrijk dat je daar een hoofdletter gebruikt. Want kleine letters, een uh, kleine letter hier betekent wat anders. Dus die hoofdletter is belangrijk. Volume meten we in kubieke centimeter. En dat, dat korten we zo af: kubieke centimeter. C, en M en een drietje erboven. Het drietje staat er hiernaast, maar die moet je er eigenlijk boven schrijven. Zoals ik hier gedaan heb. En volume is eigenlijk niets anders dan inhoud. Bij wiskunde. En dat is weer niets anders eh, als hoeveel ruimte iets inneemt. Dus hoeveel ruimte iets inneemt, dat is ook weer het volume. Of inhoud. Mag allebei. Bij wiskunde noemen ze het inhoud, bij natuurkunde noemen we het volume. Nou, bij bijvoorbeeld hier een balk. We hebben een balk en die neemt een hoeveelheid ruimte in. Hoeveel ruimte die inneemt kunnen we berekenen. Dan moet ik wel met mijn hoofd aan de kant gaan. Dat doe ik nu nog maar even. En dan zien we dat, uh, dat hij in de lengte 10 centimeter ruimte inneemt, in de breedte 2 en in de hoogte nog eens 2. Nou, dat schrijf je allemaal op bij de eerste stap van de vijf staps methode. Stap 1 is gegevens opschrijven. Stap 2 is kijken wat er gevraagd is. Wat willen ze weten? Nou, we willen het volume weten, dus dat kunnen we afkorten met een hoofdletter V en dan zetten we een vraagteken achter. Stap 3 is de formule opschrijven. Dat is lengte keer breedte keer hoogte. Zo berekenen we de inhoud, oftewel het volume van de balk. Stap 4 is het invullen van deze formule. 10 gaat bij de L, 2 gaat bij de B en 2 gaat bij de H. Ja, dat doen we invullen. En dan rest ons alleen nog maar het instoetsen op de rekenmachine. Of natuurlijk gewoon uitrekenen. 2 keer 10 is 20 keer 2 is 40. Dat antwoord schrijf je dan op. Maar niet zonder eenheid. Altijd je eenheid achter schrijven. In dit geval hebben we centimeter, centimeter, centimeter gedaan. Dus dat zijn eigenlijk ook een soort van drie dimensies, drie zijden. Vandaar dat daar een drietje boven staat. Dan ga ik jullie nog vertellen wat verplicht is. Dit deel is verplicht om te doen op een toets. Deze, dit deel van de berekening moet je doen om alle punten te krijgen. Ik wil namelijk zien. Wat je berekent. Wat je berekent. Dat je de weet hoe je het moet berekenen door de juiste formule toe te passen. Dat laat je zien. Door hem op de goede manier in te vullen. Dat laat je hier ook in zien. Het antwoord op te geven. En nog de eenheid. De juiste eenheid te schrijven. Hetgeen wat daarboven staat, van 1 tot en met 3. Dat is om jezelf te helpen om overzicht te scheppen. Om. Alle gegevens even samen te voegen. op één plek. Want hier is het natuurlijk best wel makkelijk. staan ze best wel goed in beeld. maar vaak staan ze in een verhaaltje. En dan is het handig om het gewoon even kort op te schrijven. wat is er nou gegeven? Wat willen ze weten? En welke formule kan ik gebruiken? Dit doe ik zelf nog altijd. Dat heb ik ook op mijn HBO altijd gedaan. Tentamens. Altijd deze dingen ook gewoon opschrijven. Dat zorgt er gewoon voor dat, ik, dat je veel minder fouten maakt. Oké, okay, dan het. Volume van een cilinder. En dat bepalen we door de oppervlakte, dus dat is het, uh, zeg maar, het bovenste gedeelte, is de oppervlakte van deze cirkel, keer de hoogte te doen. Hoe berekenen we het oppervlakte? De nou, oppervlakte bereken je door de straal in het kwadraat te doen. En die keer pi. Heb ik hier ook even opgeschreven. Dus die mag je overnemen, want dat was alleen de oppervlakte. Nu willen we. De hele inhoud weten en dan moeten we dus ook nog een keer de hoogte doen. Deze moet je kennen, dus neem hem over en ga ermee werken. Dan moeten we nog meer omrekenen, maar dan met volume. En we zien dat daar iets anders aan de hand is. We moeten de volgende dingen onthouden. Eigenlijk wil ik dat je nog even niet naar kijkt, maar dat je eerst even hier naar kijkt. We zien dat net als net. Dat als je van meter naar decimeter naar centimeter, dat elke keer een stapje van 10 is. Maar nu komt het. Als je met oppervlaktes gaat werken, dus als er een tweetje boven staat, dan zijn het stappen van 100. En als je met inhoudsmaten gaat werken, dan zijn het stappen van 1000. Elk stapje hierdoor is een stap van 1000. Dus onthoud, als je hier zet, dan kun je eigenlijk een, een, eentje, een, een eentje denkbeeldig boven zetten. Dat mag zelfs ook. Dat is zelfs goed. Dat klopt, zelfs, natuurlijk gezien. En dan kun je denken aan 10. Dus dat je 10 hebt. Bij die 2 heb je 2 nullen en bij die 3 heb je 3 nullen per stap. Dan kun je misschien als ezelsbruggetje onthouden. Oké, okay. dan gaan we hier wel naar boven en dan gaan we hier naar kijken. En dan zien we dat 1 kubieke meter gelijk is aan 1000 DM3. Klopt dat? We gaan van kubieke meter naar DM3. Dat is 1 stap, 1 stap van 1000 Oké, okay, dat klopt. En dat is blijkbaar ook gelijk aan 1000 liter. Oftewel, kubieke decimeter en liter zijn aan elkaar gelijk. 1 dm3 is gelijk aan 1 liter. Oké, okay, 1 dm3 staat hier ook weer is gelijk aan 1 liter. En dat is ook weer 1000 kubieke centimeter. Nou, ik zit er nog niet voor in mijn hoofd, maar je ziet dat dat uh, niet deze stap is. Maar deze stap is weer 1 stap. Dus een stap van 1000 en 1 centimeter is gelijk aan 1 milliliter. Dat zie je hier ook staan. Ja, daar zit ik er wel voor. 1 kubieke 1 centimeter is gelijk aan 1 milliliter. En dat is ook weer gelijk aan 1 kubieke centimeter. Dat is een Engelse term. En ik weet niet waarom hij zo vaak rechtermuisknop uitknop doet. Dat moet ik dat steeds uitzoeken een keer. Dat ga ik je doen. Dit kennen jongens misschien die op een brommer rijden. En die dan natuurlijk weten wat de motorinhoud is van hun brommer. En dat is bijvoorbeeld 50 cc. Dat is bijvoorbeeld ook 50 milliliter. En dat is ook 50 kubieke centimeter. Hoe groter de motor inhoudt, over het algemeen, des te sneller de brommer. Dus de meer kracht de brommer heeft. Oké. Okay. Om dit nog even kracht bij te zetten. We hebben hier bijvoorbeeld gezien dat 1 kubieke decimeter gelijk is aan 1000 kubieke centimeter. Nou, dat kan je bewijzen met dit blok. Want als je hier kijkt, dit is. 1 decimeter, oftewel 10 centimeter. 10 centimeter is gelijk aan 1 deci. Zo, dit is echt niet, uh, niet het netste. Ga ik even opnieuw doen. Deze lijn van daar tot daar is 10 centimeter. Dit is al gelijk een meter, centimeter. En dat is gelijk weer aan 1 decimeter. Ja? Deze hoogte geldt dat ook voor. En. Deze zijde geldt dat ook voor. Om het volume te berekenen van de, deze kubus, doen we dus ook, als we bijvoorbeeld het volume in kubieke decimeter willen weten, dan doen we 1 keer 1 keer 1. Nou, 1 keer 1 keer 1. Dat is nog steeds 1. Dus dat is 1 dm3. Ja? 1 dm3 staat hier dat dat gelijk is aan 1000 kubieke centimeter. Dat klopt ook, want dit is 1 kubieke centimeter dit blokje, want het is 1 centimeter bij 1 centimeter bij 1 centimeter. En daar passen we er 1000 van in. Zo kunnen we dat bewijzen. Oké, okay, dan een appel. Hoe gaan we het volume bepalen van een appel? Die kunnen we niet uh, makkelijk een formule op toepassen. Dit is niet een, een evenredige vorm. Nou, wat we doen, is wij pakken een maatcilinder. Zie je hier het plaatje. En daar doe je een hoeveelheid water in. In dit geval 500, wat zien we hier, de eenheid is milliliter. 500 milliliter stop je erin. En dan hebben we een appel en die gooien we er ook in. En wat er is gebeurd is de inhoud in deze maatcilinder die is gestegen. En die is evenveel gestegen als dat de appel groot is. Dus dat kunnen we gaan uitrekenen. Als we nu de eindstand, dus dat is met appel, van 700 ml, min de beginstand doen, die van 500, dan zien we dat het verschil 200 ml is. En dat is dan het volume van de appel. Dus op die manier bereken je dat. Dan is het nog, en oh ja, dat noemen we de onderdompelmethode. En dat moet je kennen. Dus als er op de toets wordt gevraagd: joh, wat is de onderdompelmethode? Hoe bereken je dan. Uh, het volume van bijvoorbeeld een appel, dan zeg jij wat ik net heb verteld. Dan is er nog wel één ding waar je op moet letten, en dat is hoe je dit af moet lezen: de maatcilinder. We dus zien namelijk hier aan de zijkant gaat altijd een klein een kleine hoekje water omhoog staan. Die kruipt als het ware tegen het glas op omhoog. En die moet je negeren, want het echte waterniveau is lager dan dat hoekje. Dus dan moet je eigenlijk net onderkijken en dan, zie je, uh, dan ziet dat er ook weer net iets anders uit. Lees je hem eens dus op deze manier af. Dus het is even belangrijk dat dus deze stippellijn onder dat hoekje zit. En dat die precies gelijk loopt met dit streepje hier. En dan weten we dus dat het 45 is in dit geval. Nou, dus deze heeft geen eenheid, dus het is 45 geen eenheid, maar waarschijnlijk milliliter. Oké. Okay. Kan het ook met een spons? En dan hebben we het over die onderdoppenmethode. Nee, die zuigt zichzelf vol water. Dat gaat het niet worden. Goed, dan was dat deze les. Huiswerk is gewoon. 1 tot en met 10 maken van deze paragraaf. Er zijn wel veel opdrachten. Maar het is ook belangrijk om hier goed mee te oefenen met dat omrekenen. En met die, uh, dat je goed onderscheid hebt tussen massa en gewicht. En dat je weet ook uh, wat het volume is. Dus daarom heb je veel vragen. Ga er lekker mee starten. En uh, dan gaan we de volgende keer verder met het herhalen van opnieuw deze doelen. Tot de volgende keer.